Al sinds september 2019 EBS de dienstregeling van Connection overneemt, regent het klachten over de bussen in Monster. Over hevige trillingen en zelfs over schade aan woningen. Na overleg met de gemeente kiest EBS ervoor om vanaf eind deze maand langs Monster te rijden in plaats van er doorheen. Nee, dat is fantastisch natuurlijk, want we zijn er al 2 jaar mee bezig. Terwijl vanaf de eerste dag dat die bussen hier kwamen rijden, toen dachten we wat overkomt ons nou in vredesnaam. Want dat is vreselijke trillen. Ik vind prima, hartstikke mooi, heel goede beslissing. Bedankt voor onze burgemeester dat hij luistert naar de burger hier. Ik merk wel in de praktijk dat het altijd problemen geeft als bijvoorbeeld mijn vracht komt op vrijdag. En dat is nog een vrij brede vrachtwagen en de bus moet er langs. Dan voorzie ik altijd wel problemen met het parkeren of het langs elkaar heen rijden. Het was gewoon te erg, Want alles bonkt gewoon. Wat bonkt? Nou, de kasten tegen de muren. Reizigers reageren minder blij. Ja, nou, dat vind ik heel erg jammer, want dat gaat verdwijnen. Het is voor mij zo makkelijk, ik woon vlakbij. En dan is het, dan ben ik zo hier. En als het nou ergens anders gaat komen, niet zo leuk. Bedankt.